Voor een aantal deelnemers uit de Olympic Race, waar ze met z'n achten naast elkaar reden, was het een mooie test voor het volgende onderdeel wat er gaat komen. We praten dan namelijk over de 1500 meter. In dit geval niet met paren, maar ook hier zullen alle deelnemers tegelijkertijd in de baan verschijnen. We zitten ze even op een rijtje. Allereerst zijn daar natuurlijk de Olympisch kampioenen. Johan Kos, Geir Kalstad, Bart Veldkamp. Wereldkampioen junioren Jeroen Straathof, wereldkampioen allround Roberto Siegel, Europees kampioen allround Falco Zandstra en Rintje Ritsma en Frank Dietrich. Een noviteit, zo mag je dit optreden van 8 deelnemers tegelijk op de 1500 meter wel noemen. En het zijn natuurlijk niet de minsten. Zoals helemaal links Jeroen Straathof, de wereldkampioen bij de junioren. En wiens positie nu overgenomen wordt aan de linkerzijde door de huidige wereldkampioen Roberto Siegel. Goed herkenbaar aan zijn groene pak. Siegel, hij werd wereldkampioen voor slechts weinig toeschouwers. En dat bracht hem ertoe om toch naar Heerenveen af te reizen, hoewel hij eerst andere plannen had. Roberto Siegel kijkt naar de rug van Ker Karlstad, die aan de leiding gaat. Tempo ligt nog laag. Dat kan natuurlijk ook niet anders. Het is nieuw. Men weet niet precies hoe zo'n wedstrijd op te bouwen. Wat er nou echt bij komt kijken om hier een mooie wedstrijd van te maken. Ker Karlstad, daarachter dus Falco Zandstra, dan Siegel, Rintje Ritsma. En het blijft een beetje afwachtend allemaal. Niemand die echt initiatief neemt. Het is eigenlijk kijken. Men kent dit natuurlijk ook niet. En ja, het is een beetje vergelijkbaar met de 1500 meter atletiek op de baan. Een beetje vergelijkbaar met het marathonschaatsen. En men zal hier aan moeten wennen, want de Internationale Schaatsunie wil dit graag. Wat andere wedstrijden dan het normale lange baan schaatsen. Rondje van 36-7 geeft al aan dat het niet erg hard gaat. Alle 8 nog bijeen. En hier rijdt toch wat hoor. Want als we de wereldranglijst aller tijden erbij halen. Kos aan de leiding daar zit hierbij. Siegel, de tweede man, is erbij. Zandstra als nummer 3 is erbij. Kortom, de beste 3 ooit zijn aanwezig in deze 1500 meter. Waar het tempo inmiddels omhoog gaat. Falco Zandstra, Rintje Ritsma en Roberto Siegel. Dat zijn de eerste 3. Dan kijken we, terwijl een valpartij daar van Kerel Kalstad hem volledig uitschakelt, gaan wij kijken vooraan hoe het gaat met Zandstra. Die heeft enige afstand genomen. Roberto Siegel gebruikt dus een handje als een shorttrekker om in de benen te blijven. Maar Zandstra davert door. Aan de linkerzijde, de blonde man, dat is Rintje Ritsma. Binnen zit Roberto Siegel. En kijk eens hoe mooi die bocht dan toch nog kan lopen, die Falco Zandstra. En kan daar Rintje Ritsma nog iets aan veranderen? Kan Siegel nog bijkomen? Of kan de vierde man, Jeroen Straathof, nog bijkomen? Dat kan niet. Falco Zandstra wint deze 1500 meter voor Rintje Ritsma, voor Roberto Siegel. En voor op de vierde plaats de wereldkampioen bij de junioren, Jeroen Straathof. En de beide Vriezen, Falco Zandstra en Rintje Ritsma, genieten met volle teugen nog steeds van het enthousiasme van het publiek. Een prachtige afscheid van Falco Zandstra van zijn thuispubliek in Tialf. Hij wint de 1500 meter.